Een hallo daar mensen van Dus David Games. Ik ben Kees en ik doe de deur DVD. Hey, daar ben ik weer. Ja, hallo de mensen van Dus David Games. We gaan vandaag weer verder met de Pokémon Platinum Nuzlocke. Of eigenlijk de Pokémon Platinum Nuzlocke. Ik krijg serieus comments van mensen die zeggen: Kees, het is niet Pokémon, het is Pokémon. Denk. Dat weet ik zelf ook wel, maar ik vind Pokémon Platinum leuke klinken, dus zo. Oh my god, er zit een I in. Er zit er geen I in. In ieder geval, wij hebben Bamibol laten evolueren in de Nasty Croquette. Nee. In ieder geval, Bamibol is geëvolueerd. Alleen, ik baal, want hij leert op level 10 leert hij Confusion, level 13 leert hij Gust. En pas op level 24 leert hij zijn volgende aanval. En raad eens welke aanval hij nu heeft. Ik geef je 2 seconden. 1. 2. Het is Harden. Daar kan ik dus helemaal niks mee. Dus we zetten hem voor die tijd. Zet hem gewoon even op de bank. Op de bank. Op de bank. Op de bank. Eigenlijk niet op de bank. Het is eigenlijk het Pokémon Center. De PC. Dus we doen eventjes dit post zetten. En dan gaan we deze doen we weg. Nee. Deze. Dan zetten we een box. Box 2. Dat is de Pokémon die we mogen gebruiken. Box. Of zo. Iets in die zin. Weet ik veel. Het is iets in die zin. De Pokémon die wij mogen gebruiken, box. Ik moet nog steeds die box een naam geven. Maar dat maakt niet uit. Vandaag gaan wij naar de gym toe. Ik heb geen idee of we hem gaan doen. Of dat er nog een sidequest aan verbonden zit. Hey, ik ben Gardenia. Ja man, dat is ook echt de meest legitte naam ever. Ik ben deze stad zijn gymleider. Mijn laatste uitdager was een hele snelle jongen. Eigenlijk, zijn naam was Xenobro en heeft me over jou verteld. Oh god, hebben ze weer zitten rollen? Hebben ze weer zitten rollen over mijn vissenkom? Hij zei dat er nog een uitdager op weg was. En ja, dat maakte me enthousiast. In mijn gym. Kan iemand mij bevechten? Pas op het einde. De uitdager moet eerst de andere gym trainers verslaan. En dan wacht ik daar op het einde, dus... Oké, dat was echt een nuttig gesprek ooit. Het meest nuttige ever. Hier ligt een Pokéball. Hoe de fuck kom ik daar? Wacht, kan ik hier doorheen lopen? Oh yeah! Wat is dit? Een Super Potion. Nou, die zullen we misschien nog wel nodig hebben. Oké, dit is de Bug Gym volgens mij. Dat weet ik niet meer zeker. Maar ik ga wel even Nifty voorop zetten. Ik bedoel, Nifty die verslaat alles wat... wat Bug is. Ja, dit is de gastgym. Ik weet alleen niet meer hoe die werkte. Maar waarschijnlijk wil deze bitch met hem vechten. Oké. 3, 2, 1. Let's fight! Ik moest er tegen praten eerst. Welkom! Ja, je gaat niet verder hoor, want we gaan eerst vechten! Oké. Je hoort me niks zeggen. Kom jij maar eventjes met me vechten. Ja, Caroline. Caroline, wat heb je aan Cherubi? Wie de fuck is dat? Oh, dat is die Pokémon met zijn tumor. Dat is één blij stuk. Die zit zo. Ja, ik ben blij. En dat andere stuk zit zo van. Nee, ik ben een tumor, ik ben een tumor. Ben een tumor. Ja. En nu is het weg, tumor. Nou, ik heb je lasersurgerie. Je laseroperatie. Is goed gelukt, mevrouw. En daardoor is het de tumor nu verwijderd. Mia. Oké, je hebt ook nog een Roselia. Hey, die wil ik! Ik wil een Roselia! Er komt er iemand aan van. Hey, guys. Ik heb een Roselia en jij niet! Fuck jou! Het is volgens mij al eerder gebeurd. Ik wacht die mensen niet die dat doen. Opdonderen met je Roselia. Hup, weg! Hup, weg. Opdonderen met je Roselia. De Roselia is dood gegaan. Ja, mooi zo. Giggle, de klok zal nu draaien. Welke klok? Waar de fuck heb jij het over? De gems voor floral klok, je kan dan lopen op de handen. En dat is hoe je naar de volgende training gaat. What the actual fuck? Huh? What the fuck? Wacht. Huh? Kijk dan. Oké. Wil jij zeker ook vechten? Natuurlijk, ja. Jij staat hier, jij wilt vechten, dat weet ik nou al. Mijn grastype Pokémon, die kan serieus speciale aanvallen doen. Ik zal je niet te makkelijk laten winnen. Jawel,
Ik heb een vuur-Pokémon. Vuur-Pokémon's dode gas-Pokémon. Ik ben een gas-Pokémon. Ik bedoel, ik zet je gewoon in de fik en je bent gewoon weg. Ha! Je hebt een beduwel. Nee, maar hij is van level 15. Moet je eens opletten. Ik vermoor je zelfs met Amber. Moet je opletten. Moet je kijken hoe zwak je bent, beduwel. Hier, weg ben jij. Welke beduwel? Ken jij een beduwel? Ik ken geen beduwel. Jij kent zeker wel een beduwel. Nifty. Kijk, ik spray. Nog een beduwel. Hey. Die maak ik zo kapot. Als hij weer level 15 is, dan faal je. Nou, hij is level 16. Daar is toch iets op vooruit gegaan. Maar dat is steeds niet heel veel. En welke bedoel? Oh my god. Hij heeft echt 1 HP. Mee, dit bedoel. Are you fucking kidding me? Dan doen we nog even een Mac Punch erop. Gewoon. En hij is dood. En weg is het vuil. Oh mijn. Ja, mijn cam die trilt een beetje. Als ik zo doe. Dan zien jullie hem bewegen, ja, inderdaad. Oké, je hebt ook nog een beduwel. Wauw, je bent echt origineel. Jenna. Roma alleen Jenna. Oh, wat een beduwel van level 7, man. Die kan ik echt niet aan. Oh, Flamebeal, up weg. Er staat gewoon zo van. Ah, die kan ik niet aan. Up, Flamebeal. En je bent dood. Nifty is waarschijnlijk nog een level up. Iedereen is blij. Denk ik. Ja, Nifty is zelf nog een level up. Goed zo, Nifty. Jij bent een brave jongen. Wat heb je te zeggen, Jenna? De meer, de hoe mooier de bloem is, de sneller dat hij weggaat. What the fuck is mis met jou, Jenna? Het is, als je een trainer beslaat, dan gaat de klok move. Ja, dat is, ik geloof het wel. Ja, hop, opdonderen. We gaan weer verder draaien. Oh god, waar gaan we nou naartoe? Hé, hey, we gaan daar naartoe. En dan gaan de fonteinen als het goed zo ook uit. De sproeiers. Ik snap sowieso niet waarom je niet door de sproeiers kan lopen. Ik bedoel, ja, en dan word je nat, maar ik bedoel, mijn poppetje is niet van suiker. Denk ik. Wie weet is mijn poppetje wel van suiker. Dus het is zo van, loop je door het water en dan ben je ook weg, poppetje. Oh, kost wat suiker. Ja, kut. Oké. Je kan niet winnen als je afgeleid raakt door de mooie aroma's van mijn Pokémon. Hoe de fuck wil ik afgeleid raken van de mooie aroma's van jouw Pokémon? Dan zit ik zo van, ja, ik ga je even verslaan. Oh, die aroma's die ruiken wel heel lekker en dan ben ik dood. Hoe de fuck gaat dat? Opdonderen met je Roselia! Ik wil een Roselia! Weg! Up, Flamebeal, up, weg! Ik wil je niet meer zien! Nooit meer Roselia! Ik mag jou niet! Ik heb serieus een haat aan Roselia's. Als ik zie, dan zit ik zo van... Fuck jou, ik wil ook een Roselia. Nou, ik wil eigenlijk een Roser, right? Maar... Maakt niet uit. Nou, wow, wat was ik afgeleid geraakt? Ja, dat vind ik ook. Iets met inability to conceal the skill. De sneller dat de klok gaat. Ja, iets in die zin. Dat heb je al 300 keer verteld, mevrouwtje. Maar nou gaan we het echte werk doen. Want nou moeten we tegen de gym leiden. Mijn Pokémon's hebben geen schade opgevangen. Maar nou is dit voor het echie. Dus denk je, is dit voor het nappie? Nee, het is voor het echie. Oké, let's do this. Hallo, gymleader. Het was echt niet moeilijk. Je hebt me laten wachten. Yo, je had toch tegen mij deze kunnen zeggen, hè? Hey, wil je tegen mij vechten? En dan een gym badge verdienen, zeg ik. Ja, duidelijk wel. Nou, oké, dan laten we vechten. En dan niet 4 mensen daarvoor laten wachten of zo. Ik ben Eterna City's gymleider. Ja, dat mag ik hopen. Gardenia, de gastype meester. Nee, je hebt allemaal gastype Pokémon's hier. En je wilt zeggen, nee, ik ben de vuur Pokémon meester. Denk mensen, wat is met jou? Toen ik als eerste daar dacht, wist ik al dat je de weg naar mij zou vinden. Ja, dat zeg ik tegen iedereen. Ja, ik had iets met money en ik heb een winnende aura over jou. Dus dit gaat leuk worden, laten we een gevecht houden. Oké. Heel epic, ze staat zo met een vingertje. En dan sta ik, zonder vingertje. Ze denkt dat ze heel wat is hoor, ze ziet er staan hoor. Wow, ze denkt het. Je hebt een Turtwig. Dat is wel baas. Maar ik heb een Nifty zo, fuck you. Hey. Zal ik laten zien wat ik met Turtwig doe? Die Turtwig kijkt heel blij van. En doe ik gewoon Flamebeal. Flamebeal to OP. Niemand doet er aan die Flamebeal. Maar kijk hier. Weg. Ik vind dat Flamebeal, dat het gewoon nerf moet worden. Dat het minder sterk moet worden gemaakt. Het gaat wel echt te makkelijk. Wat heb je nog meer? Een Cherim. Oh, die is helemaal cool. Dat is die evaluatie van die tumor. Alleen, dan heeft hij een operatie... Dat is niet de Cherim die ik ken.
What the fuck is dat? Dat lijkt wel op een abrikoos of zo. Of een. Ja, nee, niet een abrikoos. Er zit überhaupt een fruit in abrikoos. Het is een. Ik weet even niet hoe het heet. Het is zo'n paars fruit. Ja, dan denk je. Ja, oké, is dat. Dat snappen wij. Als jij dat paarse fruit kent, wat ik bedoel, zet het even in de comments. Ik snap niet wat ik zelf bedoel. Maar in ieder geval, we maken het even af met. God, non nu. Ga je een super potie gebruiken op je cherim? Oké, dan doe ik een amber. En doe ik daarna nog maar. Nee, ik doe nou een flame wheel. Voor het geval dat je nog een super potion gaat gebruiken. En het gaat dan de hele tijd zo door. Want je weet nooit hoeveel super potion deze mensen hebben. Stel, ik heb zo'n stuk of 300. En dan zit jij. Kut. Ik krijg wel lekker XP van. Dingetjes bij een level 5. Het is al level 25. En als ze nou een roze raid hebben, dan word ik boos. Fuck. Ik wist het. Ik had gewoon al mijn gevoelens erbij van. De eind Pokémon van deze gym zal een roze raid zijn. Het was het ook net. Dit is nog niet het einde. Oh jawel, dit is het einde, man. Vrouw. Man, vrouw. Geef voor beide. Of zo. Is het dood? Ja, dit was dus het einde. Wow. Dat was moeilijk. Dit was echt de moeilijkste gym battle ooit. En zo. De player heeft blij dat ik het ding heb verslagen. Hoi, fantastisch. Je bent wel heel erg goed. Nou ja, Nifty is wel goed. Ik weet niet waarom. Ik mag het al eerder hebben gezegd. Maar je bent echt heel sterk. Was het niet moeilijk voor jou om deze Pokémon's op te laten groeien? Yo, kijk. Wil je het geheimpje weten? Wil je mijn geheim weten voor goede Pokémon's? Je kan op eBay. Kan van die Pokémon zweepjes kopen. En als ze dan even luisteren, doe zo. En dan luisteren ze wel hoor. Ik denk dat het wel is hoeveel je van je Pokémon's houdt. Ja. Houd. Zelfs omdat ik het wel iets waard vind, dan geef ik je dit. Kees heeft de forest match van Gardenia. Met de forest badge kan je je Pokémon de geheime aanval buiten een gevecht laten gebruiken. Nu dat je twee gym badges hebt, dan kan je Pokémon streden die je dan gehoorzamen tot mijn level 30. Ik heb nog iets anders voor je. Neem dit van mij. TM86 of zo. Dat is gasknot. Dat is een knotje gas. Ik weet niet eens wat die aanval doet. Maar het is iets met gas. Ja, dan kan ik weg. Houdoe. Oké, mensen van de Staven Games. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Pokémon Platinum Nuzlocke. De vorige aflevering hadden we wel 800 likes. Ik dacht, what the fuck? Dus, ik ga vandaag wat zeggen. Als wij vandaag, op morgen, de 1000 likes halen. Dan ben ik en fucking blij. En dan komt er gewoon morgen een half uur special. En morgen een aflevering. Komt er morgen sowieso een aflevering. En het wordt een half uur special. Dat is gewoon een half uur kan dan naar mij kijken die een beetje Pokémon speelt. La 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 la, Pokémon speelt. Als je een fanmail wilt insturen, dat kan. Dan moet je mij even contact opnemen op mijn Skype, op mijn Twitter of WhatsApp als je die toevallig hebt. Of op mijn mail of op mijn YouTube gewoon een bericht sturen. Je kan zoveel en dan wordt het geopend in de video. En dan kun je het mooi zien. Dat je zelf fanmail instuurt en de anderen natuurlijk ook. Wil je mij toevoegen op Twitter, Skype of WhatsApp of wat? Nee, WhatsApp niet. Op YouTube of zo, dan staan die links ook allemaal in de beschrijving. Zoals ik al zei, 1000 likes, maakt me niet uit hoe we daar komen. Dat is een hint, dat video moet delen. In ieder geval, deel hem even. En daar komt het wel goed met die 1000 likes. Dus mensen, bedankt voor het kijken en check jullie later. Later! En dan klikken we nou op het uitknopje.